T-minus 90 seconds. Stand counting. Hubble Okkos, de eerste Nederlander in de ruimte. Het nieuwe dromen over duurzaam gebruik van de aarde. Kreeg helaas te weinig tijd om die tweede missie af te ronden. Our Earth has cancer. And most people with cancer, they die. Het kan niet anders of dit raakt je ten diepste. Ja, er moest iets gebeuren. De rockformatie PB2 gaat in de Nederlandse theaters aandacht besteden aan de dromen van Wubbo Okkos. Ja, Save the Earth, een show gebaseerd op de dromen van Wubbo Okkos. Uiteraard bekend als ruimtevaarder. Daarna is zijn hele leven lang bezig geweest eigenlijk met het redden van de aarde. Wat hij in de ruimte heeft gezien, de impact van de mens op de aarde. Daar heeft hij zich voor ingezet om dat ongedaan te maken. Of mensen te bewegen wat zuiniger te zijn op onze aarde. Ja, kijk, de show, dat is eigenlijk het is entertainment met bewustwording wat we gaan doen. Wat je eigenlijk zou kunnen noemen infotainment, maar dan op de next level. En er zal veel muziek zijn, er zijn mooie verhalen, spectaculaire beelden. En dat stukje bewustwording van dat jongens, we moeten er echt iets aan gaan doen met z'n allen. En het hoeft niet vervelend te zijn, het kan ook heel leuk zijn als je met z'n allen op een gegeven moment het initiatief neemt om werkelijk iets te veranderen aan ons gedrag, om deze aarde toch langer mee te laten gaan. Het is een, de voorstelling is gebaseerd rondom een cd die de band PB2 heeft gemaakt. En die hebben we als aanleiding genomen om eigenlijk de boodschap van Wubbo Okkos mede uit te dragen. Het is en een musical, het is cabaret, het is een rockopera en het is een documentaire. Ja, we hebben er geen naam voor. Het is van alles wat. Het belangrijkste is dat je met een verschrikkelijk blij en goed gevoel de voorstelling verlaat. En dat je geïnspireerd raakt. Men moet naar deze voorstelling komen omdat het een goed gevoel geeft dat de aarde nog niet verloren is. Zodat we met z'n allen nog zeker wat eraan kunnen doen. Het is waanzinnig entertainment, mooie muziek, er zit ontzettend veel humor in. Dus het is avond entertainment, bewustwording. Eigenlijk is het iets wat je nog nooit hebt meegemaakt. Dus het is, als je echt een hele nieuwe experience wil in het theater, ja, dan heb je geen keuze, dan moet je gewoon komen. Wubbo Okkos, zijn laatste woorden. Save the Earth, save jij de date.